Ja, ik dacht, jee, hoera. Jeannette Menger van Stadspartij 100% voor Groningen is blij. In de Tweede Kamer lijkt er namelijk een politieke meerderheid te zijn om kinderen onder schooltijd zwemles te geven. Dit betekent dat het schoolzwemmen mogelijk weer terugkomt. En dat is belangrijk volgens het raadslid. Wat toeneemt is dat kinderen niet goed kunnen zwemmen, dat dat onvoldoende is. Nou, dan zeggen wij van zorg dat je dat via school weer herinvoert. Dat was in het verleden ook zo. Ik heb zelf mijn diploma ook via eerste diploma via schoolzwemmen binnengehaald. En het is goed dat kinderen vertrouwd zijn met water. Daarnaast is het feit dat zwemles duur is, duurder wordt. Dus als iedereen een gelijke kans kan krijgen via het schoolzwemmen, zou het gewoon heel mooi zijn. Na 1985 hoefden scholen niet langer zwemlessen te geven. Hierdoor konden scholen zelf beslissen of ze dit wilden aanbieden. Nou, op een gegeven moment is er door het Rijk gezegd van ja, scholen en gemeenten, zoek het maar uit. We leggen het bij jullie neer. Het is niet meer verplicht, want voorheen was het verplicht. De verplichting is er afgehaald. Nou, dat betekent automatisch dat gemeenten en scholen dan de verantwoordelijkheid krijgen. Ja, en die hebben dan toch op een gegeven moment gezegd van we hebben andere prioriteiten. Dus het is zeg maar lager op het lijstje gekomen, terwijl tegelijkertijd het gewoon heel belangrijk is dat kinderen het wel hebben. Dat ze weten hoe ze moeten zwemmen, hoe ze zich moeten gedragen in het water, wat er gebeurt als je onverwacht in het water geraakt. Dus ja, wij zeggen, haal het terug. En gelukkig is de Tweede Kamer daar nu mee bezig, dus wij zijn daar heel blij mee. Nou, er zijn voor- en tegenstanders. Er zijn voorstanders die zeggen van nou, ik heb ook mijn diploma via schoolzwemmen gehaald en doe dat alsjeblieft, want dan is het gewoon de taak vanuit school om te zorgen dat kinderen leren zwemmen. Je kan het prima integreren tijdens de schoollessen. Er zijn ook tegenstanders die zeggen van ja, maar dan krijgen scholen en leerkrachten meer taken toebedeeld en die hebben het al zwaar, daar hebben ze geen tijd voor. En het is de verantwoordelijkheid in eerste instantie van ouders zelf. Deels ben ik het daarmee eens dat het een verantwoordelijkheid is van ouders. Alleen we zitten nu wel in een samenleving waarbij heel veel mensen het gewoon niet kunnen betalen. Jeannette Menger heeft wel een mogelijke oplossing voor dit probleem. We hebben hier in gemeente Groningen, spreken we ook van onbenut talent. Oftewel mensen die niet aan het werk kunnen komen om wat voor reden dan ook. Nou, dan zeg ik van zoek de verbinding met elkaar en gemeente, zorg dat het voor elkaar komt en zet deze mensen waarvan je zegt onbenut talent, die wellicht het misschien leuk vinden om opgeleid te worden tot zweminstructeur, zet die in en dan ontzorg je de scholen ook.